Het belang van het onderzoek naar Kamp Vught voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is volgens mij dat in de geschiedenis van Kamp Vught heel veel elementen van de oorlogsgeschiedenis samenkomen. Je hebt natuurlijk het Duitse bezettingsbestuur, je hebt mensen die collaboreren met de Duitsers, je hebt mensen die voor het Nationaal Socialisme gaan, je hebt het verzet, je hebt de Jodenvervolging. Al die elementen komen samen in de geschiedenis van Kamp Vught. En daarom denk ik dat het een hele belangrijke geschiedenis is. Als je die vertelt, vertelt het meteen heel veel over de oorlogsgeschiedenis van Nederland. Ik vind de geschiedenis van Kamp Vught heel bijzonder, door de menselijke kant die eraan zit. Door zowel de gevangenen als de bewakers die er hebben in een dwangsamenleving op een halve vierkante kilometer met elkaar hebben samen moeten leven. En dat geeft een hele interessante inkijk in hoe mensen met elkaar omgaan onder dat soort omstandigheden. En zowel negatief als positief. Dat is mijn fascinatie natuurlijk. Dat vind ik ontzettend interessant. Maar ik denk dat dat ook voor een breed publiek interessant is. En ik heb ook mijn best gedaan om de mensen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten. Dus veel citaten te gebruiken, zowel van gevangenen ook als van bewakers. Waardoor de geschiedenis ook echt dichtbij komt. Waarom het zo lang geduurd heeft, dat weet ik eigenlijk ook niet. Je ziet dat bij meer kampen. In kamp Amersfoort is in 2003 voor het eerst een monografie verschenen. Westerbork gaat nu ook pas verschijnen. Wellicht dat het te maken heeft met het werk van Lou de Jong. Die heeft natuurlijk heel zorgvuldig al onderzoek gedaan naar de kampen. En wat hij over Vught heeft geschreven is ook nog steeds heel adequaat. Alleen beperkt. Hij heeft maar een beperkt deel van de kampgeschiedenis beschreven. Maar misschien dat dat toch lange tijd dat men gedacht heeft van nou, dat is voldoende. Zo weten we voldoende over het kamp. Maar goed, het blijkt dat daar nog veel en veel meer over te vertellen is. Dus het is heel goed dat er nu eindelijk een monografie komt. In het kamp werden mensen ontmenselijkt en hun identiteit werd afgenomen. Dat zie je meteen als ze in het kamp aankomen. Ze moeten hun bagage inleveren, ze moeten hun kleding inleveren. Ze krijgen allemaal dezelfde kampkleding aan. Ze krijgen een nummer, hun naam doet er niet meer toe. Ze worden aangesproken met een nummer. Hun haar wordt afgeschoren. Dat is natuurlijk ook iets wat je identiteit geeft. Je hebt geen privacy meer. Je zit met 240 gevangenen in een slaapzaal en in een leefruimte opgesloten. Je hebt geen beschikking meer over de indeling van je dag, over de inrichting van je leefruimte. Je bent helemaal overgeleverd aan de onmenselijke wetten van de SS en aan het geweld van de SS. Nou ja, dat het een modelkamp was, dat vraag ik me af of het echt zo bedoeld is. Dat wordt vaak gezegd inderdaad, omdat Rauter gezegd zou hebben dat het een Monsterbetrieb für die SS was. Ik denk dat hij daarmee bedoelde een modelbedrijf voor de SS en niet zozeer een modelkamp waar de gevangenen een relatief prettig leven hadden. Maar je merkt wel dat het feit dat het een modelbedrijf voor de SS moest zijn invloed heeft gehad op wat voor kamp Vught was. Er werd relatief weinig geweld gebruikt, of tenminste, de SS kreeg de opdracht om relatief weinig geweld te gebruiken. En je merkte dat daardoor dat de SS een andere manier moest zoeken om die gevangenen toch goed in bedwang te houden. En dat deden ze door af en toe een beetje toe te geven, iets toe te staan, wat eigenlijk verboden was. En je ziet dat daardoor de levensomstandigheden in Kamp Vught relatief, voor concentratiekampbegrippen, leefbaar waren. Waardoor je merkt dat de omstandigheden in kamp Vught minder desastreus waren zoals je in kampen in concentratiekampen in Duitsland zag. Dus het geweldgebruik neemt af. Terwijl voor Joodse gevangenen juist een tegengestelde beweging te zien is. Die moeten juist steeds meer inleveren. Die moeten op een gegeven moment ook hun bagage inleveren. Ook kampkleding aan, worden ook kaal geschoren. Worden geconfronteerd met steeds vaker weggaande transporten en deportatie dus. Maar voor de niet-Joodse gevangenen verbeteren de omstandigheden door de maanden heen. Tot ze op een gegeven moment stabiliseren, zou je kunnen zeggen. En het gewoon relatief leefbaar is.
De eerste kampcommandant was Karl Gemelewski. Hij had, voordat hij naar Vught kwam in Güssen, dat is een buitenkamp van Mauthausen, was hij kampcommandant geweest. En daar was hij inderdaad ontzettend wreed. Hij is na de oorlog in de jaren 60 veroordeeld voor 282 doden door zijn hand. Dus dat is los van de 10.000 gevangenen die onder zijn leiding om zijn gekomen. In Vught gedroeg hij zich inderdaad een stuk minder gewelddadig. En ik denk dat dat komt doordat hij van Rauter, dat is de Höhere SS und Polizeiführer die uiteindelijk verantwoordelijk was voor kamp Vught, de opdracht had gekregen om in Vught minder geweld te gebruiken. De tweede commandant was Adam Grunewald, die in Sachsenhausen werkte voordat hij naar Vught kwam. Dat was een hele andere man dan Gemelewski. Gemelewski die toonde zich bijna nooit in het kamp, was redelijk vaak dronken en liet het eigenlijk allemaal over aan zijn adjudanten. En Grunewald, dat was iemand die juist heel erg zich liet zien in het kamp en overal mee bemoeide. En op die manier een hele andere commandant was. En hij bracht ook zijn vrouw en kinderen mee. Hij woonde ook in de villa op het kampterrein. Als enige van de drie commandanten heeft hij dat gedaan. En dat zijn vrouw en kinderen, die kwamen ook wel eens in het kamp. Zijn vrouw die flaneerde in bontjassen door het kamp. En zijn kinderen die waren er wel eens bij als de gevangenen afgeplaft werden. Dat bracht een hele nieuwe dimensie in het kamp eigenlijk voor de gevangenen. Het kamp werd bewaakt door Nederlandse en Duitse SS'ers. De Nederlandse SS was vooral werkzaam op de wachttorens buiten het kamp, maar ook in het kamp. Het waren jonge mannen die soms uit avonturierzin of om de huis uit te kunnen zich melden. Het waren ook oudere mannen die een gezin te verzorgen hadden en op zoek waren naar een baan. En het kennelijk niet erg vonden om voor de Duitsers te werken. En het waren natuurlijk ook mensen die gewoon geloofden van het nationaal socialisme. Dat is de juiste zaak, daar willen we een bijdrage aan leveren. En die zich daarom melden. Het waren vaak hele jonge vrouwen, die Nederlandse. De jongste was 16. De gemiddelde leeftijd was echt begin 20. Gevangenen hadden daar ook moeite mee. Dat een paar van die snotmeiden die net kwamen kijken, daar in hun uniform rondliepen paraderen en hun vertelden wat ze moesten doen. Tegelijkertijd, wellicht doordat het zulke jonge meiden waren en dus Nederlandse meiden die landgenoten bewaakten, zie je dat er best wel veel redelijk normaal contact mogelijk was. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met wat je verwacht dat vrouwen doen. Vrouwen worden toch een beetje, is het idee van, die zijn van nature zorgzaam en die zijn van nature geneigd om te helpen. En dat er nu dus vrouwen daar zo in zo'n kamp rondlopen en die helemaal niet zorgzaam zijn en juist afblaffen, schelden en ook wel af en toe geweld gebruiken, dat verwacht je niet van een vrouw. En daardoor wordt het geïnterpreteerd als van, nou, die vrouwen, zijn dat nog wel vrouwen eigenlijk? Dat zijn gewoon vrede wezens, die hebben niks meer met vrouwen te maken. En daardoor eigenlijk wordt hun gedrag geïnterpreteerd juist als erger dan van de mannelijke SS'ers soms. De Joodse gevangenen zaten apart opgesloten, de mannen en de vrouwen zaten apart opgesloten, de gijzelaars zaten apart opgesloten. Dus je had sowieso verschillende groepen. En binnen die verschillende groepen zie je dat de onderlinge verhoudingen ook verschillen. Bij het mannenkamp bijvoorbeeld zie je dat er duidelijke groepen zijn. De communisten worden als duidelijke groep onderscheiden. De asocialen die werden echt buitengesloten, zeg maar. Asocialen waren dus mensen die economische delicten hadden gepleegd. Intellectuelen en professoren, die werden door andere gevangenen gezien als mensen met een hogere status, die ook een beetje beschermd moesten worden, die dus ook wat privileges kregen van andere gevangenen, dus in betere werkcommando's geplaatst werden. Dus in het mannenkamp zie je heel veel verschillende groepen naast elkaar leven en duidelijk ook, die wordt uitgesloten, die wordt juist iets beter behandeld. In het vrouwenkamp zie je dat veel minder, zie je dat een veel plattere sociale structuur, zeg maar, was. Ondanks alle verschillende achtergronden en leeftijden, dat er niet een hele nieuwe sociale netwerken opgebouwd worden, maar dat echt de familierelaties het uitgangspunt blijven. Ik
vond het heel interessant om onderzoek te doen in de strafdossiers van de bijzondere rechtspleging naar de Nederlandse SS'ers en officierinnen die in kamp Vught gewerkt hebben. En wat me opviel was de willekeur in de geëiste straffen bijvoorbeeld. Je zou denken dat daar meer vastgestelde regels voor waren. En je ziet dat... Dat de een 5 jaar krijgt en de ander 20 jaar voor bijna vergelijkbare vergrijpen. En je ziet ook hele grote verschillen in de veroordeling tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen over het algemeen lichter veroordeeld worden, omdat ze toch worden gezien als wat naïef of makkelijker beïnvloedbaar. Dan mannen. Terwijl vrouwen die... redelijk gewelddadig waren, dan is er eigenlijk een omschakeling. En vrouwen die daartoe in staat waren, nou, dat moesten wel zulke vreselijke vrouwen zijn, die kregen meteen veel hogere straffen dan mannen voor hetzelfde vergrijp. Het was soms emotioneel om dit onderzoek te doen. Zowel in positieve als in negatieve zin, omdat je toch ook wel heel erg geraakt kan worden door mooie verhalen. Maar het is soms ook heel zwaar. En ik merk ook iedere keer als ik weer naar het Nationaal Monument Kamp Vught kom en ik loop daar rond, ondanks dat ik er al zoveel over gelezen heb, en word ik toch altijd weer stil als je dan daar echt op die plek komt waar dat allemaal plaats heeft gevonden en beseft van ja, de ellende, dan word ik toch altijd weer heel erg stil. Ook in het dagelijks leven ben je je veel meer bewust van waar mensen toe in staat zijn. Dat het heel makkelijk is om morele oordelen te vellen, maar dat je dat eigenlijk niet zomaar moet doen. Dat je altijd verder moet kijken en altijd meer van de context moet proberen te begrijpen.